inderdaad richting Lippenslaan uit Friday. Totaal nieuwe zaak, nieuw concept, indrukwekkend. Daar moesten we natuurlijk bij zijn. Het is een voortvloeisel, als ik dat zo mag zeggen, een verhuis van de vorige Must Eat. Wie er alles over weet, is Philippe Andries, inderdaad. Indrukwekkend, maar ik laat aan jou het woord. Dank je vriendelijk. Dus we proberen een onderscheid te maken tussen de klassieke frituur en het nieuwe concept Friday. Door alles ambachtelijk te gaan maken. We spreken over eigen snacks, vierkantig. We spreken over eigen kroketten, ook naar vierkantig. Dat is ons symbool geworden. We hebben 25 soorten sauzen ontwikkeld. We hebben eigen burgers ontwikkeld. En het is niet alleen maar frituur. We hebben er ook een gedeelte café bij gemaakt. Er is een bar voorzien met 10 soorten bier van het vat. We hebben een wijnkaart, we hebben een champagnekaart. We proberen een volledig nieuw concept, de Belgische frietwereld eens op zijn kop te zetten. En laat de mensen maar komen en zelf uittesten. Ik zou durven zeggen dat je daar meer dan in geslaagd bent, hè, door het op zijn kop te zetten als ik het vergelijk met Must Eat. Maar dan moet ik meteen ook vragen, Friday, hoe ben je op dat idee gekomen, Philippe? 4 jaar geleden is er een investeringsmaatschappij bij ons bijgekomen. En die heeft mijn ideeën ondersteund en mij de vrije teugelen gegeven om mijn concept volledig 100% op punt te zetten. En vandaag mogen wij onze pilot store hier te Knokke, Lippenslaan nummer 75, lanceren. Met de bedoeling dat we de komende 10 jaar naar 50 locaties gaan over gans België. Dat zijn de grote plannen vandaag die in het vooruitzien in het verlanglijstje staan. Juist. Heb je eigenlijk in het buitenland moeten gaan spieken? Of is dat 100% jouw idee? 100% mijn idee en mijn vrouwtje haar idee. We zijn daar 4 jaar dag en nacht mee bezig geweest. We zijn tot in detail gegaan. We hebben eigen zout gemaakt. We hebben eigen satékruiden, eigen peper gemaakt. We zijn tot in de kleinste detail gegaan. Naar verpakking toe. Alles is biologisch afbreekbaar. Naar machinerij toe. We hebben osmose toestellen. We zijn heel ver gegaan en details toe. De technologie heeft ook zijn best gedaan, zie ik, hè? Absoluut. Ook naar, zoals u weet, Lippenslaan is een zeer moeilijke locatie om een frietconcept te starten. We zitten altijd in een appartementsgebouw. We zitten hier vandaag met 3 systemen voor de huur af te breken en voor geluid af te breken. Dus naar technologie hebben we ons beste beentje voorgezet en hopen dat we met iedereen door dezelfde deur kunnen in de toekomst. Juist. Wanneer kan men terecht bij Friday? Friday zal 361 dagen open zijn op jaarbasis. Hier niet. Vier niet, dat is de kerstavond, kerstdag, oudjaaravond, nieuwjaardag. Dat zijn de 4 dagen die we ons personeel gaan vrijgeven. En voor de rest zijn we open van 11 uur 's morgens tot 10 uur 's avonds doorlopend. Dus dat wil ook zeggen, in de namiddag is er gerust plaats voor een koffietje en een vers gebakje en een dessert. Indrukwekkend. Heel, heel, heel veel succes. Toppie. Dank u vriendelijk. Merci. Tot de volgende. Voilà, we hebben duidelijk begrepen, of ik heb het tenminste duidelijk begrepen, waar je moet zijn bij Friday in de Lippenslaan. En ik neem aan dat jullie ook duidelijk begrepen hebben dat het dus meer gaat dan over een frituur. De uitleg van Philippe was meer dan duidelijk. Met z'n allen deze kant op, zou ik durven zeggen. Toppie.